Haalong B. De Haalong B-Vietnamees, Vin Halong, is een baai bij de stad Haalong in het noorden van Vietnam in de golf van Tonkin, nabij de grens met China. De baai heeft een kustlijn van 120 kilometer en het gebied beslaat zo'n 1500 vierkante kilometer. Vin Halong betekent in het Vietnamees baai van de dalende draak. Sinds 2000 is de baai werelderfgoed. In de baai liggen 1969 kalkstenen eilanden, elk met dichte begroeiing op de top. De kalkstenen monolieten rijzen spectaculair op uit de oceaan. Verschillende van de eilanden zijn hol, doordat ze grotten hebben gevormd. Hang Dao Go, houten stokkengrot, is de grootste van deze grotten. Franse toeristen die deze grot aan het eind van de 19e eeuw bezochten, noemden hem Grotte des Merveilles, grot van de wonderen. De drie grote kamers bevatten veel grote stalactieten en stalagmieten, en Franse 19e-eeuwse graffiti. De naam van veel van de eilanden is het resultaat van de plaatselijke interpretatie van hun vreemde vorm. Voorbeelden hiervan zijn Voi, Olifant, Gagooi, Vechtende Haan en Maina, Dak. 989 van de eilanden hebben een naam. Bij enkele van de eilanden bevinden zich drijvende dorpen van vissers die in de ondiepe wateren 200 soorten vis en 450 soorten weekdieren vangen. Op sommige eilanden leven dieren, zoals kippen, apen en leguanen. Haalong B is al minstens 500 miljoen jaar onderhevig aan geologische veranderingen. Verschillende gebergten vormen de fasen, orogische, het stijgen en dalen van de zeespiegel. Tijdens het Ordovicium en het Siluur was de baai in diepe zee. Tijdens het Carboon en het Perm was het gebied een ondiepe zee. De streek bestaat voornamelijk uit kustsedimenten en door chemische erosie van kalksteen vreemd gevormde bergen. Het landschap is recent naar boven getild, wat de erosie heeft versneld en dus een grote invloed heeft gehad op het reliëf. De nu aanwezige verspreide eilanden zijn zo'n 8000 jaar geleden ontstaan, tijdens een transgressie in het Holos 1. De omstandigheden waren in dit gebied ideaal om in 20 miljoen jaar tijd het karstlandschap te doen ontstaan. Er was een dik lichtgrijs-kalksteenpakket, voornamelijk fijnkorrelig materiaal. Het vochtige en warme klimaat had belangrijke invloed. Het trage tektonische proces waardoor het gebied geleidelijk onder zeewater kwam te staan, zorgde voor het huidige bijzondere landschap. Het omringende gebied van de Haalong B is rijk aan steenkool, die in opdracht van de Vietnamese regering wordt gedolven.